ik zal het bevestigen. Qua beide. Dat ik wel trouw ben, maar ook saai. Nou, ik weet niet of je saai bent. We hebben vaak genoeg ruzie, dus dat zou je wel niet zo saai zijn. Volgens mij zijn ze niet trouw. Nee? Nee. Zijn ze wel een beetje romantisch? Ja, nou... Een beetje. Heb je een vriendje? Had. Had. Ja, maar die was wel vreemdgegaan. Die was... Oh. Dus een Nederlandse man? Saai? Vind ik niet. Tenminste, ik niet. Mijn man die ik heb, die is volgens mij... lijkt mij ook heel trouw, maar saai kan ik toch niet echt zeggen. Ja. Zijn ze wel saai? Nee. Ja, dat... Nou, nee, niet echt. Nee? Nee. Helemaal niet. Toch? Nee. Maar ben ik trouw? Dat is ook de vraag, hè? Ben je trouw? Ja hoor. Mooi. Saai niet, maar trouw, daar heb ik niet zo vertrouwen in. Waarom niet? Nou, je hoort het zoveel om je heen dat ze allemaal vreemd gaan. Dus nee, daar heb ik geen vertrouwen in. Nee, maar vriend is wel trouw, maar niet saai hoor. Doet u wel romantische dingen dan? Zoals? Een bad maken of zo. Een bad maken, ja, afgelopen zondag. We hebben samen een bad gemaakt. Wat is voor jullie dan het meest romantische wat hij heeft gedaan? Oh, dat was in de eerste 2 weken dat wij verkering kregen. Dat was in de IKEA. Dat was net met Valentijn. Pakte hij zo'n hart en ging hij voor op zijn knieën voor mij staan. Ik hou van jou. Omdat de Nederlandse man nogal saai was, maar wel trouw. Klopt dat? Geen ervaringen. Geen ervaringen? Nee, totaal niet. Waarom niet? Ja, geen relaties. Geen relaties. Nee. Maar bent u wel romantisch, denkt u? Heel romantisch. Meteen een uitnodiging voor de vrouwen in hun landen. Dit is alvast een advertentie, een contactadvertentie. Ja, ik denk het. Oh, stel je dat maar voor dan. ze kunnen bij jullie reageren. Ja, ze kunnen naam opgeven. Alex is de naam en kom een keer op stap in Groningen. Zoek een leuke vriendin. Oké, doe ik. Oké.